Hi iedereen. Het voelt een beetje voor mij als een zondag. Ik weet niet waarom. Het is een beetje een chill dag. Ik heb een lusmasker in mijn haar gedaan. En dat moet 20 minuten intrekken. Dus ik dacht, nou, in de tussentijd heb ik dan mooi de tijd om jullie dit product te laten zien. Ik heb het er gisteren al over gehad op mijn blog. De Micro Delivery Peel van Philosophy. Het is een hele mooie kit. Het is wel meteen het duurste product eigenlijk van Philosophy. Het is €69,95 en daarvoor krijg je 2 producten, die zitten hierin. Excuse me trouwens voor mijn nagellak, het is Chanel, dus ja, je weet het, het gaat in 2 dagen weer af. En ik had hier geen nagellakcreme over. En ja, ik wou dus eventjes aan jullie laten zien hoe dit te werk gaat, aangezien het uit 2 delen bestaat. En ik ben er echt heel erg over te spreken, je mag het maar 1 keer per week gebruiken. Ik heb het vorige week al gebruikt en ik kan eigenlijk niet wachten om het nog een keer te gebruiken. Het zit dus heel mooi in een doosje en het bestaat uit een flesje en een potje. Maar dit is wat je eerst moet doen en daarna dit. Er staat op de achterkant wel heel duidelijk step 1 en hier staat step 2. Ja. En dus ja, dat is op zich wel duidelijk wat je dan eerst moet gebruiken. Ze zeggen dus dit als eerste. Het is de Vitamin C Peptide Crystals Scrub. Er zitten hele fijne kristalletjes in. Die moet je aanbrengen op een droge huid. Het is een beetje gelig en een beetje boterachtig. En je hebt maar een theelepeltje nodig. Dus ongeveer zoiets als dit. En dat is gewoon genoeg voor je hele gezicht. Je huid moet wel gewoon gereinigd zijn al, maar het moet wel droog zijn. Je moet het niet eerst vochtig maken. En dit breng je dan aan. Doe dat altijd op verschillende delen. En je hoort het ook scrubben, denk ik. En dit moet je dus met ronddraaiende bewegingen aanbrengen. Je ziet dat het ook wel een beetje smelt op de huid. Het vormt een beetje een soort olieachtig laagje. En je merkt gewoon, er zitten hele, hele fijne kristalletjes in. Nog fijner dan zand eigenlijk. En dat scrubt gewoon erg, erg goed en erg lekker. Oh, er staat hier wel hoe lang je mag scrubben. Niet langer dan een minuutje. En niet rond je ogen. En er staat ook, goed, ik heb het wel gelezen, maar ik was weer vergeten, dat je niet echt moet scrubben. Je mag wel scrubben, maar als je een hele gevoelige huid hebt, dan liever niet. Dan moet je het eigenlijk alleen gewoon zo aanbrengen. Dan is het tijd voor stap 2. Dat is het flesje. En daarin zit melkzuur, salicylzuur, activating gel heet het. En dit wat hierin zit, reageert dan weer met wat op je huid al zit. Dus beide producten reageren dan met elkaar. En het wordt pas geactiveerd wanneer je dit dus aanbrengt op je gezicht. Nou, hier heb je dus hetzelfde amount voor nodig, ongeveer een theelepeltje. Het is een doorzichtige gel. Ik weet niet of je het goed kan zien. En dit activeert dus beide producten. Je kan zien dat het wordt geactiveerd doordat er een wit schuim ontstaat. Het kan ook zijn dat je wat warmte voelt. Dus dit brengen we aan. Zo. En dit laat je 2-3 minuten even intrekken. Zodat het even zijn werking kan doen. De geur is vrij neutraal trouwens. Het ruikt eigenlijk niet heel erg sterk naar iets. Dit ruikt wel iets citrusachtig. Want er zit ook sinaasappelolie in. Maar voor de rest ruikt het eigenlijk niet echt naar iets. Dus ja, soms is het fijn dat iets naar iets lekkers ruikt. Naar bloemen of zo. Maar hier hebben ze er gewoon niet echt een geurtje aan toegevoegd. En ik vind het wel prima, want het gaat mij uiteindelijk om de werking. Na die 2-3 minuten kan je het afhalen met een watje, als je je gezicht niet nat wil maken. Maar ik vind het altijd wel prettig om gewoon wel mijn gezicht nat te maken. Zodat ik zeker weet dat die hele kleine korreltjes niet blijven plakken ergens op mijn huid. Want het kan nog wel eens zijn dat er dan een paar blijven plakken in je wenkbrauwen of zo. En dat voel je dan en dat zie je natuurlijk ook. Dus ik vind het altijd wel prettig om het gewoon even met water te reinigen. Dus ik loop even naar de wasbak en dan kom ik zo weer bij jullie terug. Nou, daar ben ik weer. Ik heb het eraf gehaald en ik wou dat ik het jullie kon laten voelen. Mijn huid is zo zacht en het is zo glad. Ja, je kan het niet voelen natuurlijk, maar ik heb eigenlijk zelden mijn huid zo zacht en zo glad gehad eigenlijk. Het is echt heel erg glad.
En het ziet er ook meteen wat helderder uit. En ik voel me daar ook gewoon meteen lekker bij. En ik heb echt iets van, ah, het is echt maar één keer in de week. Want het is natuurlijk best wel een ja, wat heftigere peeling dan gewoon een face wash bijvoorbeeld. En ik vind het bijna jammer dat het maar één keer in de week mag. Want elke keer als ik het... En vorige keer ook al toen ik het had gedaan, dacht ik, oh, het is zo zacht. Ik wil dit elke dag doen. Maar ja, dat kan niet. Want ja, daar je huid natuurlijk ook alweer gewoon herstellen. Dus ja, echt, ik probeer me er echt aan te houden om het één keer in de week te doen. En ja, omdat je het dus niet elke week gebruikt, doe ik het altijd gewoon weer netjes in het doosje. Zo kan ik het gewoon bewaren. Ik vind dat altijd ja, wel makkelijk. Anders heb je twee losse potjes. En het is sowieso wel makkelijk om ze bij elkaar te houden. Omdat je ze natuurlijk ook in combinatie nodig hebt. Dus ik bewaar dat gewoon in het doosje. En dat zet ik dan gewoon achter in de kast. Maar omdat het zo'n lekker product is, dan vergeet ik het echt niet om het één keer in de week te gebruiken. Ik kan eigenlijk nou weer niet wachten tot de volgende keer dat ik het weer mag gebruiken. Zo lekker zacht. Het is echt geweldig. En nou, omdat ik dus ook last heb van pigmentvlekken. Hier zie je bijvoorbeeld een donker vlekje. Hier had ik er eentje. En ja, misschien is dat gewoon wat normaler bij een getinte huid dat het heel donker wordt. Het melanine hoopt zich dan op. Dus bij pigmentvlekken, niet van ouderdom, maar gewoon van acne, zie je altijd hele donkere vlekken bij mij. En ik vind het wel mooi om mijn huid gewoon in gaal te houden. En daarom gebruik ik deze er ook bij. Ook van Philosophy. Dat heet Miracle Worker. Het is een Dark Spot Corrector. Dark Spot Corrector. En ja, je doet gewoon 1 of 2 pompjes. Het is een beetje oranje-gelig. En dat verdeel ik gewoon over mijn gezicht. Het is een lekker compact tubetje. En je hebt maar 2 pompjes nodig en het verdeelt gewoon lekker makkelijk over je gezicht. Het trekt snel in. Het is lekker zacht. En ja, het zorgt gewoon dat mijn vlekjes sneller verdwijnen. Dus ja, dat is natuurlijk wat ik graag wil. Ik vertelde net dat de Micro Delivery Peel maar 1 keer in de week gebruikt mag worden. En de andere dagen hou je het dan zeg maar een beetje bij met de Micro Delivery Exfoliating Wash. Dat is dus een face wash die eigenlijk een beetje hetzelfde doet, maar dan ja, alles in één product. En hij is ook een stuk milder en daarom kan ik hem gewoon elke dag gebruiken. Dus 1 dag in de week gebruik ik de peel en de rest van de dagen gebruik ik dan de face wash. Die heb ik gewoon in de douche neergezet. Als ik dan gewoon onder de douche ga, dan doe ik dat meteen. 'S Ochtends lekker makkelijk. Dus ja, dat zijn de producten van Philosophy waar ik het gisteren over had. Die ik sinds een aantal weken gebruik en waar ik heel erg over te spreken ben. En ik ben er ook heel erg blij mee. Ik hoop gewoon dat ik jullie enthousiast kan maken over de skincare lijn van Philosophy. Het is te koop bij Easy Paris XL in Nederland. Je kan ook, als je geen filiaal in de buurt hebt, want het is niet in alle filialen te koop, kan je even op de website een kijkje nemen, op de webshop. Daar kan je ook gewoon bestellen. En ja, loop gewoon even binnen en laat je informeren over de producten. Want ze zijn echt fantastisch en mijn huid is zo zacht. En ik hoop gewoon dat als ik dit door blijf gebruiken, dat het over een paar weken, dat mijn huid er steeds mooier uit komt te zien. En ja, ik ben gewoon heel erg enthousiast en dat wil ik gewoon eventjes met jullie delen. En even laten zien hoe die peel dan te werk gaat. En dan zie ik jullie volgende video weer. Doei!